ben Stefan Westenbroek, kom uit Ommen en schaats voor mijn tweede jaar bij Schaatsteam Weggebroek. Nederlands kampioen skileren, echt hartstikke leuk. Het is natuurlijk niet echt mijn doel, ik wil natuurlijk op de winter echt shinen. Maar het is natuurlijk wel geweldig om een titel mee te pakken in het mooie Vondelpark. Ja, dat was gewoon echt fantastisch, allemaal publiek eromheen en dan win je hem op 200ste, dat is echt super tof. Ja. Voor mijn schaatscarrière heb ik eigenlijk vanaf 4-jarige leeftijd gevoetbald. Dat is in 2019 een beetje fout gegaan. Daar brak ik mijn been tijdens een selectie. Ik heb toen een hele moeilijke tijd achter de rug gehad. Ik denk dat ik een half jaar in totaal terug heb moeten komen. Toen ben ik in januari 2020 weer teruggekomen. Toen was het NK Allround voor junioren. En dat was heel erg fantastisch, want daar won ik uiteindelijk de 500 meter. En toen mocht ik nog naar het WK. Ja, dat was een hele rollercoaster voor mij en ik merk dat mijn ouders en mijn familie en vrienden daar heel erg in ondersteund hebben. Alleen als ik er nu op terugkijk heb ik er heel veel aan gehad en kan ik er wel echt mee verder bouwen en weet ik ook nu wat ik moet doen als ik wel een keer een blessure heb. Naast het schaatsen vind ik het hartstikke leuk om met vrienden rond te crossen in Ommen. Wij hebben allemaal mooie Honda Daxen, heet dat. De ene met 50 cc, de andere met 70 cc, is hartstikke leuk. Allemaal schakelbrommetjes. We gaan in juli ook nog naar Texel toe, een weekendje weg. Dus dat is hartstikke leuk met de brommers daarheen. Daarnaast hou ik ook nog van sleutelen aan een hele oude Polo uit 1979. Daar is net de motor van gestart en daar moeten nu nogal een aantal dingen aan gebeuren, zoals je ziet. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk om te doen. Aankomend seizoen hoop ik me te verbeteren, zowel technisch als fysiek. Nou, fysiek zijn we de basis al mooi aan het leggen in de zomer. We hebben al een mooi trainingskamp gehad op Mallorca. En zijn hard aan het trainen in Nederland in het lekkere weer. En hoop aankomend seizoen de World Cups te mogen rijden. Ik heb er al een beetje aan mogen proeven in Stavanger en in Calgary. Maar ik hoop nu toch misschien wel alles mee te mogen rijden.